Ik daag jou uit. Like deze video sneller dan dat ik 3 keer spring. Oh nee, ik ben sneller. En laat het geheime woord in de reacties achter. Oké, ik heb verf bij me. Ik heb dit spel nog nooit eerder gespeeld. Oké, eens even kijken. Oeh, wat heb ik gevonden? 1 van de 13 kwasten. Het is de bedoeling dat je jezelf verft, zodat het enge monster je niet kan zien. Degene die nu, zeg maar, achter me aankomt. Oh, zeg maar, normaal bereid ik een video voor en speel ik graag even van tevoren. Maar ik heb besloten dat deze keer niet te doen, zodat het spannend blijft. Oh, kijk, ik heb de oranje kwast gevonden. Oh, wat hoor ik? Is die er weer? Volgens mij is die er weer. Oh, zo creepy. Oh, daar is die. Hij zit letterlijk achter me aan. Laat me met rust. Dit is niet cool. Ik ben cool. Niet jij. Oh, nee. Oh, nee. Hier doorheen snel. Wil je sneller rennen? Ja, natuurlijk. En ik ben ineens rood. Oké, eens even kijken. Ik heb hier weer een kwast gevonden. Ah, nu kan hij me niet zien. En hier ben ik eventjes veilig. Maar nu kan ik dus ook de rode deur openen. Die is hier. Wow. Dat is zo cool. En nu heb ik... Oh, oké. Ik heb een schroevendraaier. En ik heb nu... Kan ik hier doorheen? Nee. Wacht, ik kan hier nog in. En daar heb ik weer iets gevonden. Er zit dus een soort van stickman achter ons aan. Klinkt niet zo eng, hè? Nou, is het wel. Oké, wacht. Volgens mij als ik dan hier doorheen loop, komen we weer bij de ventilatie zometeen. Ja, kijk, het is hier. Kijk, hier kan ik dan nu doorheen. Oh. Waar ben ik? Oh man. Oh nee, dit ziet eruit als een klein stukje parcours. Het is parcours, maar dan een klein stukje. En daar hou ik niet van. Eigenlijk, ik vind het best wel leuk, maar niet met het idee dat als ik naar beneden val, dat ik waarschijnlijk alles opnieuw moet doen. Oef, ik ben er. Wat heb ik gevonden? Een kwast en een nieuw soort kleur verf. Namelijk oranje. Oké. Okay. Oh. Oké, wacht. Wacht even. Volgens mij kan ik mezelf nu zo verstoppen, toch? Want hij komt er wel aan. Werkt dit? Werkt dit? Hij loopt daar. Oké, het werkt. Laat in de reacties weten wat jouw lievelingskleur is. Oké, we hebben hier 2 mensen die rood zijn. Oeh, kijk, we hebben weer een kwast. 6 van de 13. We hebben paars nodig om hier doorheen te gaan. Ah, kijk, je kunt zijn voetstappen zien. Wacht, ik heb oranje. Nu kan ik hier doorheen. Perfect. En dit is geel. Oh, nee. Oh, nee, daar loopt hij. Oké, ik zie letterlijk zijn voetstappen hier. Oh, maar ik heb geel gevonden. Snel er doorheen. Oh. Oh, nee. Oké, volgens mij zit hij achter me aan. Oeh, moet je dit zien? Oh, man, dit is zo afleidend. Oké, we moeten dus gewoon het pad blijven volgen. We moeten hier proberen naar boven te gaan. Dit spel is veel lastiger dan ik dacht dat het ging zijn. Oké, we zijn bijna boven. Kijk, nu volg ik dit pad naar voren. Spring ik hier vanaf. En nu denk ik dat het niet zo heel moeilijk is, want dit zit allemaal heel dicht bij elkaar. We zijn er. Wat hebben we gevonden? De groene verf en weer een kwast. We zijn over de helft. Dan hebben we een sleutel nodig. Oké, ik kan mezelf hier in ieder geval verstoppen als het... Luister, dat is het geluid wat ik maak als ik trek heb. En dat is eng. Oh, volgens mij is die weer in de buurt. Ik ga snel hier staan. Oké, dat ging op het nippertje goed. Maar waar is groen? Oh, ben je serieus? Oké, perfect. Dat gaan we daarachter vinden. Een puzzel. Maar wacht, voordat we die puzzel gaan doen, hebben we hier eerst een nieuwe kleur en een kwast. Oh my gosh, maar ik heb al deze figuurtjes niet. Ik heb trouwens ook geen idee waar we deze kleur die ik nu ben kunnen vinden. Ik weet zeker dat ik hem ben tegengekomen. Oh. Oh, dit is niet leuk. Oh nee, daar is hij weer. Hop. Oh. Oh, hij komt er weer aan. Hop. Oh, dit is zo grappig. Nee, het is grappig totdat ik in mijn broek plas. Zo zie je maar dat eigenlijk alles eng kan zijn, zolang het maar de juiste muziek heeft. Want dit ding ziet er niet eng uit. Het is letterlijk een tekening. Wacht even, iets in mij zegt dat we naar de plek moeten waar die ventilatie was. Oh nee, daar is die. Oh. Oh, hier zijn we net op tijd. Oh nee. Oef. Kijk, volgens mij is het hier waar ik moet zijn. En dan als ik dit stukje parcours doe... Oh man, ik weet het niet zeker. Maar volgens mij is de deur die ik moet hebben in 3, 2, 1... Ja, daar is die! Ik ben verbaasd. Ik dacht eigenlijk dat ik fout zat. Maar daar is die. En dan hebben we nu... Is dat paars? Oh, en we hebben dat figuurtje. Oh man, dit is 1 grote puzzelgame. Oh! Oh! Wacht, wat? Oké, er is daar iets aan de hand, denk ik. Oké, kijk. Als het goed is, kan ik nu... Oeh, welke kleur is dit? Oh, dat is blauw. En wat ik wel weet, is dat we blauw een paar keer zijn tegengekomen. En je weet hoe dat gaat, hè? Wanneer je ergens naar zoekt, nergens te bekennen. Wanneer je het niet nodig hebt. Hé, hey, hier ben ik. Oh, nou, laat maar. Deze keer niet. Wat zit erachter? Wat zit erachter? Oeh, een zaag. Ja, ik weet... Ja, volgens mij weet ik waar we die voor nodig hebben. Er staat me iets van bij dat er planken waren. Was dat niet gelijk hierboven? Waar ik wel rekening mee moet houden, is dat ik nu geen verf bij me heb. Dus ik kan niet verven. Nou ja, niet alleen dat, maar ik kan mezelf dus ook niet verstoppen voor het monster. Want je moet dus een bepaalde kleur bij je hebben, wil je inmengen met de muren. Maar omdat ik dus niks heb, is rennen mijn enige optie. Oh nee, ik heb wel weer een kwast gevonden. Kom op, nog maar 3 kwasten te gaan. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Oh, oh nee. Wacht, volgens mij zit ik hier wel goed of niet? Nee. Oh, hij zit echt letterlijk achter mij en mij alleen aan. Oh nee, hier zit ik goed. Snel, snel. Oef. Oké, perfect. Oké, dus hier ben ik nog niet geweest. Ik weet ook niet wat er gebeurt trouwens als je hier naar beneden valt. Of je dan echt helemaal af bent. Of dat je gewoon een stukje opnieuw moet doen. Nee, ik wil er niet achter komen. Weet je, ik stel een vraag waarvan ik het antwoord eigenlijk niet wil ondervinden. Oké, perfect. Weer een kwast en paars. Ja, ik weet waar paars is. Ik keek er bedenkelijk bij, want ik weet het eigenlijk niet. Maar ik hoop het van wel. Oh, wacht, ik heb paars letterlijk. Nee, dat is roze. Dat is roze. Ja, volgens mij ga ik nu de goede kant op. Ja, ik heb het gevonden.
Oké. Nu kunnen we dus hier naar boven. En hebben wij een soort van doolhof met de ene laatste kwast. We hebben nog één kwast nodig. Dan hebben we het als het goed is gehaald. Wacht. Oh, wat? Nee. Wacht. Wat gebeurde daar? Had ik iets nodig of zo wat ik niet heb? Hè? Oh, een plank. Ik heb een plank nodig. Kijk, ik heb de plank gevonden. Oké, dus nu snap ik het. Eindelijk. Oh nee, hij zit achter me aan. Oké, volgens mij ga ik nu goed. Moet hier dus nu naar boven toe. Wat was dat voor geluid? Niet leuk. Klonk als een wekker. Niet leuk. Oké, dus nu kan ik als het goed is... Kan ik dit hier nu plaatsen, toch? Yes, gelukt. Oké, en dan hebben we hier een hamer. Oh ja. Oké, die hebben we dan weer nodig om iets te slopen. Oh nee. Oké, ik heb een hamer, maar die kan ik niet tegen hem gebruiken. Oh, kan ik hier nog doorheen? Jawel, toch? Ja. Oh nee. Hoe kunnen we dit monster verslaan? Want we zijn nu vooral bezig met ontsnappen. Oh, snel. Oh nee, daar is die. Maar, kijk, ik kan hier doorheen en ik heb nu de laatste kleur. Roze. Dus alles wat ik nu moet doen is roze proberen te vinden. Oh nee, en dat is misschien te laat, maar ik sta tegen roze aan. En kijk eens wat ik heb gevonden. Oké, dit zou de laatste deur moeten zijn. En daar hebben we de sleutel. Maar waar hebben we die voor nodig? Ik bedoel, voor een slot. Maar waar is het slot? Wacht, volgens mij weet ik het weer. Was het niet hier doorheen? Ja, dan krijgen we dit hele rare puzzelgedeelte weer, wat super lastig is. Waarvan ik nogmaals niet weet dat als je er naar beneden valt, of je dan echt af bent, ja of nee. Maar het zou heel goed kunnen. Hier langs heen en spring. Dit is echt een van de lastigste enge games in Roblox die ik ooit heb gespeeld. Je moet zoveel verschillende dingen verzamelen voordat je klaar bent. We hebben de sleutel. Hier hebben we het slot. Hij is open en we hebben... alle kwasten. En nu is er iets geopend, staat er. Oh nee, daar is die weer. Dat meen je niet. Net nu we zo dichtbij zijn. Oh, net op tijd. Oké, wacht even. Volgens mij is dit de deur die we hebben geopend. En wat als we daar doorheen gaan? Wow. Wat is dit? We hebben alle kwasten. We hebben alleen geen verf meer, dus we kunnen ons niet verstoppen. Oké, ik zie een soort van huis en allemaal geskribbel. Volgens mij hebben we hier de laatste kleur. Wacht eens even. Om het einde te bereiken moet je teruggaan naar het begin. Ik denk dat ik weet waar ik naartoe moet. Naar de bakker. Ik heb zin in een croissantje. Nee, dat niet. Nee, ik moet naar het begin van het spel, zeg maar. Oké. Maar natuurlijk kunnen we onszelf nu nergens verstoppen. Oh nee, daar loopt hij volgens mij. Is dat hem? Ja, dat is hem. Oké, volgens mij was dit het begin. Wacht eens even. Dat meen je niet. No way. Oh, wacht. We hebben het gehaald. Je bent ontsnapt, maar er zijn 4 deuren. Nee! Oké, luister. Reageer een getal van 1 tot 4. Dat mag dus 1, 2, 3... of 4 zijn! Precies. Oké, weet je wat? Ik ga voor deur 2. Ik ga er gewoon voor. Je kunt beter rennen, staat er. Hoezo kan ik beter rennen? Wacht, wat? Waarom ren ik, maar komt de uitgang niet dichterbij? Spel. Oh, er zit wat achter me aan. Kom op. Je bent ontsnapt. Let's go! Abonneer voor meer en adios.